Welkom, Master of Jewelry Design. Hoe klinkt dat, die titel? Ja, mooi. Mooi passende titel voor mijn vakgebied. Ja, jouw vakgebied juwelen, maar je bent afgestudeerd aan het Amsterdam Fashion Institute. Ja. Legde je toen al meteen de focus op juwelendesign of wilde je eigenlijk oorspronkelijk in de mode? Ja, ik wilde eigenlijk in de mode. Ik heb eerst 1 jaar rechten gestudeerd, dat was redelijk taai. Dus toen ben ik geswitcht naar het Amsterdam Fashion Institute. En mijn opa had modezaken in Amsterdam en het was eigenlijk in eerste instantie het doel om dat te gaan voortzetten. Uiteindelijk heeft hij besloten om de zaak te verkopen, dus het stopte. Dus toen ik ging afstuderen dacht ik, het lijkt mij ontzettend leuk om mijn eigen sieradenlijn te gaan opzetten. Zodat ik uiteindelijk wel in het bedrijf van mijn ouders ga werken, maar dat ik wel echt mijn eigen gedeelte heb waar ik me mee bezig hou en waar ik heel veel energie uit haal. En eigenlijk is dat het begin geweest van Choices by DL. Ja, het klinkt alsof je weet wat je wilt. Van wie heb je dat? Ja, dat heb ik wel echt van mijn vader. Toevallig las ik er van de week een artikel over met de hoofdredactrice van de Vogue. Dat het heel erg belangrijk is om in het leven keuzes te maken. En als je makkelijk en goede keuzes durft te maken, dan is dat eigenlijk wel vaak het begin van een... Kan het van een successtory zijn. Ja, nou ja, successtory is Choices by DL. Een sieraden met verwisselbare edelstenen. Choices, staat dat voor de keuzes die de collectie biedt? Ja, het staat niet alleen voor de keuzes die de collectie biedt, maar ook voor de keuzes die je maakt binnen een bepaald product. Op het moment dat ik zie dat bijvoorbeeld een Valentino heel mooi heel veel in kant doet, dan denk ik, hey, kant, hoe kunnen we dat in juwelen doen? Ik denk, nou, opengewerkte ringen, ajour, dan gaan we dat maken. Nu maakt Gucci hele mooie tassen met slangenprinten. Nou, dan gaan we slangenprint ringen maken. Ja, je komt eigenlijk wel heel makkelijk eigenlijk op nieuwe ideeën. Ja. Je kan heel mooi de trends integreren in het bestaande concept. Wat voor type leidinggever ben jij? Ik vind het altijd prettig om echt een deel van mijn team te zijn en heel erg te weten wat er op de vloer speelt. Dus ik zeg ook altijd, ik wil ook door blijven leren. Dus zeg mij ook op het moment dat je vindt dat ik iets niet op de juiste manier heb gedaan. Dus heel toegankelijk en echt onderdeel van het team. Als je nou zou moeten kiezen, ontwerper of die creatieve baas, wat zou het dan worden? Dat zou ik lastig vinden. Ik vind die combinatie heel erg leuk. Krijg je niet soms van mensen te horen van, oh ja, jij bent de dochter van Benno, je zult het allemaal wel op een presenteerblaadje hebben gekregen? Ja, tuurlijk, dat hoor ik regelmatig. Je wordt toch wel gezien als meisje die met een gouden lepel in haar mond is geboren. En mede daarom ben ik ook Choices gestart, omdat ik wilde laten zien dat ik zelf iets kon creëren. Ik heb eigenlijk dat concept echt bedacht doordat ik op een opleiding heb gezeten waar je heel erg out of the box leert denken. Als ik dat niet had gedaan, was ik nooit tot dit in staat geweest. En dat is ook het gevoel dat ik altijd heb, dat je jezelf wil bewijzen. Ghassan is een familiebedrijf. Wat zijn voor jou de echte voordelen van een familiebedrijf? We doen het met z'n allen en er zijn ook zoveel mensen die hier al zoveel jaar werken. Dus die voelen ook als familie. Dus het is niet alleen de familie zelf. Maar je voelt de drive en de passie van mensen om onderdeel van dat team te zijn. En dat vind ik vaak zo mooi van het werken in een familiebedrijf. Jouw broer David is Chief Commercial Officer. Wie gaat later het stokje overnemen? Het is de bedoeling dat wij dat in de toekomst samen gaan doen. En ik denk dat we dat ook heel goed samen kunnen. Want daar waar mijn broer veel commerciëler is, ben ik weer creatiever. En dat vult elkaar eigenlijk perfect aan. Echt wel als een papa en mama dat kunnen doen voor een gezin. Wat zou je anders doen dan wat je vader nu doet? Nee, we kunnen gewoon heel veel van mijn vader leren. De manier waarop hij zijn drive is ongelooflijk. Als vrouw zijnde, ik ben iets meer van de details. Daar is hij minder mee bezig. Omdat hij gewoon heel erg echt die helikopterview heeft. Dus ik denk dat dat iets is wat ik zelf er nog iets meer aan zou kunnen toevoegen. Ja. Ja, man, Dustin Huisman, was profvoetballer. Heeft nog bij Ajax gespeeld. Maar door blessures moest hij zijn carrière stoppen. Hij zit nu ook in het bedrijf. Wat doet hij? Hij is verantwoordelijk voor onze winkel op de Dam en hij houdt zich voornamelijk met de verkoop bezig. En zitten jullie s'avonds aan tafel continu over het werk te praten of hou je dat goed gescheiden? Dat deden we wel, maar dat doen we tegenwoordig niet meer. Dus we hebben gezegd tot 8 uur mag dat en daarna hebben we het over hele andere dingen. En dat werkt eigenlijk perfect. En Dustin is voor mij echt mijn uitlaatklep en als ik iets wil doen, dan toets ik bij hem. Vind je dat ik het moet doen? Ja of nee? En wat hij zegt is altijd het juiste. Jullie hebben een dochtertje. Zou je willen dat ze later in jouw voetsporen treedt? Ik vind dat ze zelf haar eigen keuzes moet maken. En sowieso vind ik dat ze eerst moet gaan studeren. Maar daar is ze nog niet aan toe, uiteraard. Nee, nog lang niet. Want ze is pas 4. Ja, welke kwaliteiten zou je aan haar willen doorgeven?
Dat vind ik lastig. Toevallig zei ik onlangs tegen een collega van, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik nou echt goed in ben. En toen zei hij tegen mij van, jij bent goed in dingen die voor een ander lastig zijn, om dat heel makkelijk over te laten komen. Dus iets wat voor, waar een ander echt als een berg tegenop kan zien, dat heb je al voor 12 uur geregeld. Dus die kwaliteit zou ik hem willen geven. En wat ga je doen als we zo meteen uit deze bank opstaan? Wat ga ik dan doen? Ja? Dan hebben wij een gesprek met de architect voor de verbouwing van onze winkel op de Dam. En dan gaan we kijken hoe we onze eigen merken het beste kunnen presenteren en waar we de overige merken allemaal gaan positioneren. Ik wens je er heel veel succes mee en dank voor je tijd. Dankjewel.